We gaan vandaag samen kijken naar 25 Fortnite glitches die gevonden zijn door YouTubers. Ik ben echt benieuwd welke glitches in dit lijstje staan, want ik ken er aardig wat. Dus laten we gewoon beginnen met glitch nummer 1. Laten we de video gewoon beginnen met Nick830, jongens en meisjes, want hij heeft de allereerste glitch ooit gevonden met een Ferrari in Fortnite. Namelijk, als je omhoog ging vliegen met deze auto, kon je letterlijk unlimited height gewoon bereiken met de Ferrari auto. Die zit natuurlijk nu niet meer in Fortnite. Het is daarna ook gewoon gepatcht, maar het was echt insane dat dit mogelijk was. En daardoor gaan we eigenlijk alweer door naar Typical Gamer. Want hij had dus uiteindelijk een soort van glitch waarbij je mee kon teleporteren. Zoals je kan zien, hij kon ook niet geraakt worden. Heel erg raar wat hier volgens mij gebeurd is. En vervolgens is het ook nooit meer in de game teruggekomen eigenlijk. En dan gaan we door met een glitch die te maken had met vliegen. Want ja, er zijn een paar glitches geweest in Fortnite die heel erg raar waren. En dit heb ik ook een keer gehad in chapter 4. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren of die glitch erin zat. Maar ik weet het wel. En daardoor wilde ik ook gewoon letterlijk Fortnite deinstalleren eigenlijk. Dan gaan we door naar nummer 4. Die heeft te maken met McCreamy. Want hij had namelijk in chapter 5 een glitch gevonden met de snowball launcher die weg was. Want als je daar namelijk iets mee deed, samen met een jerrycan launcher, kon je daadwerkelijk gewoon zo ver vliegen dat je gewoon verder ging dan wat je kon zien aan de map. En als je dan afvraagt van Chesto, hoe ver heeft hij nou gevlogen? Moet je maar eens opletten, dames en heren. Dat gaan we zo meteen zien. 516 kilometer heeft hij gewoon afgelegd. Wat echt insane is. En dan hebben we eigenlijk alweer een clip van Nick830. Nick830 is een beetje stout geweest met de glitches. Want toen de Marvel samenwerking was in Fortnite, kon je natuurlijk invisible worden. Alleen hij ging daar niet slecht gebruik van maken. Hij ging daar gewoon op deze manier mee trollen. Maar hij was wel een van de eerste mensen die erachter kwam dat je daadwerkelijk gewoon zo invisible kon worden. Wat echt bizar is. En ik snap nog steeds niet dat dit ooit in Fortnite heeft kunnen zitten. Maar we moeten alweer door, want er was namelijk ook een glitch. Ik heb deze nooit geweten, maar dat had met dit ding te maken. Ik weet ook niet hoe het heet, waarbij je dus dit kon doen. Ik wist niet of jullie dit weten. Laat even weten of je deze glitch kende, zeg maar. En ja, voor de mensen die de video kijken, vergeet ook niet de code TIES te gebruiken in de Fortnite item shop om mij natuurlijk te supporten. Maar dat deze glitch in Fortnite heeft gezeten, heb ik echt nooit geweten. Dat meen ik oprecht. Dan gaan we door naar de X2 Twins. Want deze gasten gebruiken ook maar al te vaak glitches, jongens en meisjes. Deze mensen weten allerlei glitches ook te vinden. Een soort T-viewer zijn hun. Want je had namelijk een rifle. Daar kon je aparte dingen mee doen, zoals je kon zien. Waaronder elkaar heel erg ver weg schieten. Maar ze hadden eerst 3000 meter geschoten. Dat was nog niet het einde, jongens en meisjes. Want ze hebben nog verder weten te schieten. Want ze gingen het gewoon proberen. Ze konden er allerlei gekke dingen mee doen. En ze hebben ook echt kapot veel mensen daarmee getrold natuurlijk. Ze zijn daardoor niet geband gelukkig. Maar dat ze hierachter zijn gekomen is echt te insane voor worden, jongens en meisjes. Dan gaan we door naar Cypher PK. Want Cypher PK had namelijk ook een hele mooie glitch gevonden toen we nog die Shockwave Hammer hadden. Namelijk, als je met je teammate tegelijkertijd op die auto ging schieten, kon je naar voor en naar achter. En ging je tegelijkertijd heel erg hoog de lucht in. Wat betekende dat je dus via Max Height eigenlijk kon winnen. Hij deed het samen met Wildcat, Scissors en Cypher PK met Courage. En wat er dus vervolgens gebeurde, is zij kwamen, dachten ze, nog één team tegen, waardoor ze dus naar beneden moesten gaan om de game te winnen. Alleen, dat was dus blijkbaar niet zo, want het klopt dat het inderdaad een team was. Maar de persoon die zo meteen de game gaat winnen, had een andere glitch gebruikt tegen hun, terwijl hun dus ook nog een glitch gebruikt hadden, wat echt insane is. Want je had toen natuurlijk die Mythic of Exotic Shotgun, waardoor je de lucht in kon schieten, wat echt insane was. En daardoor hebben ze alsnog gewoon de game verloren, wat best grappig is. Maar we gaan alweer door naar nummer 9, want we gaan er snel doorheen. En dat heeft te maken met deze boat glitch. Ja, deze was ook zo breaking toen hij nog in de game zat. Laserbeam heeft er namelijk gedaan, samen met Mr. Fresh Asian. Dat dit überhaupt ooit in Fortnite heeft gezeten, blijft mij nog steeds verbazen. Eerlijk jongens, hoe heeft dit ooit gekund? Vraag niet aan mij. Ik snap nog steeds niet dat dit gewoon ooit in Fortnite heeft gezeten, dat je met een boot door de lucht heen kon vliegen. Maar we gaan nog meer glitches zien die echt insane zijn. Namelijk de hele invisibility glitch. Deze glitch zorgde er daadwerkelijk voor dat je gewoon helemaal onzichtbaar was. Dat had te maken met het sun tunnelen in Fortnite. En Lachlan had daar heel snel achter gekomen, of is daar heel snel achter gekomen, en is daarmee mensen gaan trollen. Alleen daardoor is dus ook het sun tunnelen toen de tijd uitgezet, omdat het natuurlijk gewoon zo gamebreaking was. Niemand kon je daadwerkelijk vinden. Het is echt bizar dat dit ook in Fortnite heeft gezeten en dat ook iemand hier achter gekomen is namelijk. Maar dan gaan we alweer door naar een glitch die uit dit seizoen komt, uit chapter 5. Cypher PK heeft hem ook gedaan. Je kon namelijk, zoals je kon zien, zonder key de vault in. En je kon daar daadwerkelijk dus mensen door opwachten en mensen die dus aan het looten waren in de vault daadwerkelijk killen, wat natuurlijk echt bizar is. Dus volgens mij is het nu gewoon gefixt. Het is nu niet meer mogelijk. Laat het even weten in de comments, want volgens mij kan dit nu niet meer. Maar dat het überhaupt ooit gekund heeft, is echt de insane Fortnite natuurlijk. Dan gaan we door naar de haaien. Want haaien in Fortnite, jongens, waren ook echt zo glitchy als wat. Want we kunnen deze clip zien. Als een haai eenmaal op jouw auto sprong, of wat je ook voor vervoersmiddel had, werd die gewoon kapot hard en kapot ver weggevlogen. Het is echt de insane voor woorden. Kijk maar, het is echt niet normaal. Dan gaan we door naar de Max. Want de Max waren al gamebreaking. Laat staan als ze ook
invisible waren. Want dat gebeurde namelijk bij Mongraal. Mongraal was gewoon aan het spelen, dus je kan zien opeens stond er dus een mech voor hem die gewoon compleet invisible was. Wat echt de insane voor woorden is natuurlijk. Echt bizar dat het heeft kunnen gebeuren natuurlijk. Maar dan gaan we alweer door naar nummer 14. En dat heeft te maken met een truc waar Typical Gamer mee gespeeld heeft, die daadwerkelijk uit zichzelf gewoon ging rijden. Je ziet dat zijn teammate erin zit. Zijn teammate probeert straks ook uit die auto te komen en dat lukt hem ook. Maar die auto is gewoon uiteindelijk zelf gaan rijden, zelf teruggekomen in de game. Kijk, hij killt hier eerst iemand, maar uiteindelijk komen ze dus vervolgens gewoon weer dezelfde truck tegen waar niemand in zit. Dat is echt het meest bizarre wat ik ooit heb gezien. Gewoon een truck die hun eigen leven is gaan leiden. Gewoon een grote glitch. Want als je in de replay mode gaat kijken, zie je dat zijn teammate erin zit. Maar die rijdt niet. Dus het is echt insane dat dit ooit heeft kunnen gebeuren natuurlijk. Maar ja, hoe dat kan, moet je niet aan mij vragen. Dan gaan we door naar deze guy. Ik weet niet precies wie hij is, maar hij ziet daadwerkelijk gewoon iemand keihard wegglitchen. Vervolgens, niet wetende waar hij is, opeens weer terugkomen. Hij weet hem wel te knocken, maar dat dit ook in Fortnite heeft gezet. Ik begin echt steeds meer verbazingwekkende dingen te zien, jongens en meisjes. Maar dan gaan we weer naar Laserbeam. Laserbeam was natuurlijk ook iemand die echt altijd van de glitches was natuurlijk, zoals jullie weten. En ja, je had dus een glitch met een zipline, waarbij je dus uiteindelijk zo hoog mogelijk kon komen en ook daadwerkelijk gewoon alles kapot kon maken, omdat ziplines toen echt kapot erg broken waren in Fortnite. En ik snap nog steeds niet dat dit ooit zo heeft kunnen gebeuren namelijk. Maar ja, zoals je kan zien, hij kon daadwerkelijk overal doorheen. Hij zat gewoon in de lucht zonder aan een zipline vast te zitten. En ja, volgens mij is het ook wel heel erg snel gefixt. Maar dat het überhaupt ook mogelijk was, jongens, het is echt ongelooflijk. Want hoe kom je hier achter? Laten we eerlijk zijn. Dan hebben we natuurlijk een first person mode. Waar wachten we nog steeds super lang op. Maar McCreamy was van plan om daar zelf al eventjes iets aan te doen. Hij heeft namelijk als eerste persoon de first person glitch gevonden in Fortnite, zoals je kan zien. Hij killt ook daadwerkelijk mensen. Hij heeft wapens in first person, alleen zie je er daadwerkelijk niks van. Want hij was als eerste persoon die dus die glitch wist te doen. Dan gaan we door naar nummer 18. En deze guy die heeft een glitch gezien waar zijn teammate echt heel erg raar loopt. Moet je kijken naar die benen van deze teammate. Die zijn gewoon een soort van gebroken. Ik snap ook echt niet dat dit überhaupt kan, jongens. Hoe? Wat gebeurt er als dit fout gaat? Dat vraag ik me echt af. Daar zou ik echt achter willen komen. Maar waar ik me ook achter heb willen komen, is achter deze glitch. We hadden namelijk de zero point. En als je de zero point inging, had je automatisch 100 groene HP. Maar, wat zorgt er nou voor? Als je dus de zero point een beetje ombouwde met materials en dus steeds de zero point in ging springen, kon je dus daadwerkelijk gratis winst farmen, omdat je dus elke keer je health gegenerate werd, terwijl je dus daarin sprong, wat echt bizar is, jongens en meisjes. Moet je nou kijken, hij springt gewoon weer in dat ding. Hij komt gewoon met 100 HP eruit en weet uiteindelijk op deze manier de game te winnen. Wat echt gamebreaking geweest is natuurlijk. Maar dan hebben we een ding waarbij Muse ook wist hoe hij dus miniatuur kon worden in Fortnite Creative. Kijk dit, hij wist zichzelf gewoon super klein te maken. Wat natuurlijk ook een hele lap grappige woordgrap geeft aan de naam Minigun, of course. Maar zoals je kan zien, hij was echt de grootte van een mier of zo. Echt ongelooflijk dat dit überhaupt mogelijk was. Nu is dat ook weten te fixen natuurlijk. Maar dat gaan we dus nu niet meer terugzien in Fortnite. Dan hebben we een glitch met een wapen die we natuurlijk ook niet meer in de game hebben. Dus deze glitch kunnen we helaas niet meer doen. Maar als je namelijk een object oppakte die je dus kon zoomen naar jezelf toe, kon je de max height halen en geen fall damage pakken. Mits je natuurlijk goed wist te bouncen op het object. Want als het niet goed ging, kon je gewoon daar elkaar naar beneden vallen. En ook dat dit iemand gevonden heeft, vind ik ook heel erg ziek. Maar dit was dus wel een game breaking glitch. Totdat hij natuurlijk fout ging, want dan val je natuurlijk gewoon dood naar beneden. Wat best wel grappig was. Dan hebben we een glitch wat te maken had met de grappler. En dat heeft Nick Eternity overkomen. Namelijk, hij schoot zijn grappler, alleen die wist nergens aan vast te maken. Hij kon niet naar voren grappelen. Hij wist ook vervolgens niet meer hoe hij kon sprinten. De hele game was gewoon kaart geglitcht. En daardoor heeft hij dus uiteindelijk gewoon die game verloren. Of ja, hij is niet eens hoog gekomen. Omdat hij dus daadwerkelijk gewoon te veel storm damage gepakt heeft. Omdat hij daadwerkelijk niet naar voren kon komen door zijn grappler. En daardoor ging hij dus uiteindelijk gewoon dood. Omdat hij dus ook niet meer kon sprinten, zoals je kan zien. Heel erg jammer. Hele rare glitch. Hoe die erop komt, geen idee. Maar dan hebben we natuurlijk een glitch wat te maken heeft met Under the Map. Want we hebben een paar Under the Map glitches gehad. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar Nick Eternity heeft het record voor de meeste mensen tegelijkertijd onder de map laten gaan. Als je namelijk onder Kevin terecht kwam, kon je doodgaan. Of je kon onder de map terechtkomen. En ja, zoals je kan zien, gingen er nog steeds mensen dood. Dus hij heeft dus de meeste mensen ooit onder de map laten gaan. Zieke glitch natuurlijk, wat echt bizar is. Maar Laserbeam heeft dit ook een keer gedaan. Alleen op een andere manier. En zoals je kan zien, konden de laatste twee mensen niet weten waar Laserbeam was. Als hij dit zou winnen, zou hij ook geband worden. Dus hij moest uiteindelijk gewoon doodgaan. Omdat ja, uiteindelijk anders zijn account geband zou worden. Wat je natuurlijk niet wil, omdat je natuurlijk glitch. Wat logisch is. En dan hebben we natuurlijk de Marvel Mythics. Daar zijn ook echt heel veel glitches mee geweest, jongens en meisjes. En YouTubers hebben deze ook gevonden. Want Cyber PK kwam namelijk achter als je een launchpad of een
een bounce pad neergooide. Met een mythic erop landen. Je echt tant hoe ver kon travelen. En ook echt tant hoe ver. Want je kon letterlijk gewoon de hele map overvliegen. Zonder enige moeite. Want hij wilde dus even proberen hoe ver hij kon komen. Nou, je kan het zien, jongens en meisjes. Hij kon daadwerkelijk gewoon letterlijk naar de andere kant van de map vliegen. Wat echt insane is. En ook nog echt mega snel. Echt een glitch die ook heel snel verholpen weer is natuurlijk. En dan T-View die een glitch had gevonden met de ballers. Namelijk als je het bij de vulkaan deed, kon je tantoe hard omhoog geschoten worden. En kon je ook hele lijpe rood in pakken. En natuurlijk max height worden. Kijk hoe hoog hij is. Helemaal met glider redeploy kon je gewoon de hele map overvliegen. Zieke rotatie natuurlijk. En dit waren daadwerkelijk gewoon 25 Fortnite glitches die gevonden zijn door YouTubers. Vond je dit nou leuk? Duimpje omhoog achterlaten. Vergeet niet te abonneren. En dan checken jullie morgenochtend weer bij een nieuwe video. Dus tot dan. Doei jongens.